Wat denk ik het meest uniek is van de brouwerij Het Ei is wel dat er zoveel verschillende mensen komen. Vanuit alle lagen van de bevolking komen zeg maar, de mensen hier een biertje drinken. En dat niet alleen vanuit Amsterdam, maar ook mensen uit de provincie. Mensen uit het buitenland, jongeren, oudere mensen, bierfanaten, mensen die toevallig aankomen bij van alles wat. Jullie brouwen je bier hier in huis. Wordt dat voornamelijk hier gedronken of wordt het ook gebrouwen voor buiten de deur? Ik denk dat ongeveer een kwart van de productie wordt hier gedronken. Dan brengen we wel wat bier langs bij slijterijen of cafés hier in de buurt. Of ze komen het zelf halen, maar dat is niet meer dan 5% denk ik. Het grootste gedeelte van de rest wordt gedistribueerd door zo'n biologische keten en een biergroothandel. Zie je veel verschil in mensen die speciaal bier drinken of de keuze die mensen maken bij speciaal bier? Ik zie wel dat er toch behoorlijk wat aantrekt. Men gaat steeds meer speciaal bier drinken. De jongeren ook, die zijn steeds meer genegen om even wat anders te proberen dan alleen maar een pils in de kroeg in het centrum. Ze durven wat meer. Het is niet meer zo dat het alleen maar pils is, maar men durft ook eens in de zatte een triple te nemen of een wit bier. Kom je nou speciaal voor het hier gebrouwen bier of voor de plek? Eigenlijk allebei. Het is en een hele mooie plek, omdat ook de molen erbij staat. En er gewoon een mooi pleintje is met veel zon. Maar het bier is ook wel heel speciaal en heel lekker. Je kan het ook wel ergens anders in Amsterdam krijgen. Maar het is toch wel echt leuk om het echt op de plek te krijgen waar het echt gebrouwen is. Welk bier drink je als je hier bent? Ik drink de Zatte meestal. Dat is lekker fris. Het zit een beetje tussen wit bier en normaal bier in. En dat vind ik gewoon heel lekker. Waarom is deze kroeg of deze plek zo bijzonder? Nou, omdat het ten eerste geen café is. Het is een proeflokaal en het is heel leuk om op een plekje te zijn waar je de biertjes die hier gebrouwen worden ook direct kunt drinken. En